Rodion Pons, de maker van een geweldige goal. Misschien kan je mezelf nog even beschrijven. De 1-1 tegen GCSD. Dat was echt een ziedend schot, zoals Henk net zelf tegen me zei. Ik werd gekozen door Ricardo, dat de man in mijn rug kwam. Ik probeerde hem toch nog te schieten op de goal. Raakte hem niet helemaal goed, maar rolde er eigenlijk heel langzaam op. Maar het leverde toch een puntje op, gelukkig. Met welk gevoel sta je hier? Ja, een beetje een dubbel gevoel. We hebben niet echt een goede wedstrijd gespeeld. Maar we hebben in ieder geval punten gepakt en dat is goed voor de ranglijst. We staan nu 7 punten voor op de nummer 3. En dat is het belangrijkste. Helaas ben ik nog 2 wedstrijden geschorst. Omdat ik 2 keer geel kreeg. En rood, dus 5 gele kaarten. Dat is een vervelende gevoel. Maar goed, we kunnen het bijna niet meer weggeven. Nee, 7 voor met 4 wedstrijden. Dus je moet nog 2 winnen. Ja, als de anderen alles zouden winnen. En het zijn allemaal ploegen waar je tegen moet kunnen winnen. Haasselhout, Laakkwartier, Duindorp. Ja, Haasselhout heb je in mijn ogen zelf in de hand. Ook al heeft hij tegen de grote ploegen wel laten zien. Tegen Laakkwartier wordt nek aan nek. Vandaag weer, hè? Ze winnen van Ras. Duindorp heeft druk. Dus bij hun zijn het de kloppen ploeg dan. Maar ja, hoe heet dat? Haasselhout wint van Ras, wint van Duindorp. Dat is natuurlijk wel gewoon te prijzen. Ze hebben ook wel een leuk elftal wat ik me herinner. En we hadden daar ook moeilijk, maar wel 2 keer gewonnen. Hey, zo goed als het vorige week was bij PGS. Ja. Zo tammetjes was het vandaag. Is dat jouw conclusie? Of? Ja, verdedigend was het best aardig tot op 1 kans die we weggeven waar uit een scoren. En voetballend was het gewoon minder. En dat was een beetje statisch, maar misschien dat het aan het weer lag. We waren niet goed in de passing, speelden niet echt zuiver. Ja, dat ontbreekt dan en de kansen die je krijgt ook nog de tweede helft, die maak je dan niet af, waardoor je eigenlijk jezelf tekort nog doet al op het einde. Oké, nu een beetje rust en dan op naar Haagshout. Ja, ik sta als fanatiek supporter langs de lijn, absoluut. Even geduld hebben. Even geduld. Bedankt. Gefeliciteerd, hè. Dankjewel.